Is nog te drinken? Ja, ja. Dit is mij. Welk jaar begon jij in met bowlen? Begin jaren 80 toch ergens? Ja, zoiets. Ja, ja, precies. Leuk je weer even te zien. Nee, ik ben al 42 jaar. Mooi. Dat is leuker als de pins er ook op staan. Adrie, Michael en Lindsay, zeg ik het goed allemaal? Helemaal goed. Ja, dan hebben we de penningmeester. De wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris, de voorzitter en de sterspeler. Of overdrijf ik nou? Ja. Nee. Nee? Nee. Dat ben jij. Nee, ook maar Lindsay zeer zeker. Ja, ja, want dat was eigenlijk de aanleiding dat ik hier kwam. Van, er zijn meerdere leden van de bowlingvereniging die ja, op best wel hoog niveau spelen. Ja. Ik ken al die niveaus niet, maar je hebt een elite tot een A-klasse, noem het maar op. En jij speelt in de elite. Ja. En zijn de dames apart of zijn de dames en heren door elkaar? Nee, ze hadden apart bij de Nederlandse kampioenschappen. Maar hoe oud ben jij? Want volgens mij nog niet zo heel oud. Ik ben 25. Ja, nou ja, dat is redelijk jong toch? Ja. In mijn ogen dat toch? En hoe lang doe jij al bowling? Ik ben ergens in 2007, 2008 begonnen eigenlijk. Oké. Okay. Dus dat is echt als jeugd... Een jeugdliefde? Ja. Ja. Maar dat, ja, ik denk dat je ook wel van, je moet het wel van jongs af aan doen om goed te worden, of niet? Ja, dat is wel makkelijkst inderdaad om de dingen te leren. En, ja. Ja. Maar die eliteklasse, hoe moet ik me dat voorstellen? Want je gaat wel het hele land door, begreep ik. En dat, ja, nou ja, en bij elite kijken ze naar je pasgemiddelde. En dat moet dan boven de 195 zitten. En dan moet je echt een elitepasgemiddelde. Michael, jij bent voorzitter, ben je nog niet zo heel lang? Nee, klopt. Maar je bent wel heel lang speler. Vanaf 1989. Ja, dat is behoorlijk lang. 32 jaar, dat is nog rekening. Ja, maar je bent een echte Vlissinger. Ik ben een echte Vlissinger. En ja, dan vind ik dat natuurlijk als wij zijn in de stad buitengewoon mooi dat je daarvoor naar Middeldorp komt om te bowlen. Waarom is dat? Hebben jullie geen bowlingband? Ik weet niet beter, als kind ben ik hier beland. Maar ik ben eigenlijk nooit weggegaan. Ja. En wat ik zeg, ik heb ook verschillende selecties bewandeld. Dus ik heb in Etten-Leur, in Dordrecht, Spijkenisse, Schiedam. En nu, Lindsay is eigenlijk de volgende generatie. Ja, ja, ja. Die heeft die dingen nou ook allemaal doorlopen. Zeg. Adrie, jij... Ik ben 1982 de kennis gemaakt van de bowlingsport. Dus jij bent ook echt een oudgediende wel? In de tijd in Dirkkerken. Oké, okay, bij de kamer waarschijnlijk. En toen het later stopte zijn we met z'n allen naar hier toe gekomen. Tot mijn verbazing nemen jullie ook zelf, kom je gewoon met 12 ballen van jezelf aanzetten. Ja. En ik hoor net ook dat die doen ze dus hier allemaal en die kosten een paar honderd piek per stuk. Dat klopt. Maar jullie willen ook wel eens nieuwe leden en dat is best een prijzige sport dan, of hoe moet ik dat zien? Klopt, maar dat is ook in de klasse dan. Hè. Dus ja, precies. Dat scheelt. Dus wij hebben bijvoorbeeld mijn kinderen, die worden hier getraind. En dan moet je denken dat 6 euro kost. En dan staan ze hier 2 uurtjes te bowlen. Precies. Op de zaterdagochtend. Ja. En daar willen we ook nog aandacht aan geven dat we wat meer jeugdspelers weer aan dit spel mogen toevoegen. En die wordt dan door deze meneer Rentenkamer op zondag getraind. Ook een uitgediende al. Ja. Ja. Ik was nog zo. Ja, maar hoe gaat het nou? Want stel, ik kom hier nou regelmatig bowlen en ik vind dat... Ik vind het gewoon leuk om te doen, maar ik wil eens kennis maken of ik het ook leuk vind in een clubverband. Zijn er dan introductiedagen mogelijk of ja. Hoe doen jullie dat? Ja. Wij als vereniging stimuleren dat en dan kunnen ze zich ook voor aanmelden. Mensen mogen niet meteen lid te worden, dus we hebben ook steunleden. Dus betaal je €17,50 per jaar en ben je gewoon lid van de vereniging. En dan blijf je eigenlijk binnen onze vereniging wonen. En denk je van, god, ik ben er klaar voor en we willen landelijk, net zoals Lindsay, Brent en ik,
dan word je dan lid van de Landelijke Bowlingfederatie, heet dat, NBF. En dan betaal je een wat groter bedrag. Ja, Lindsay, ik heb nog een laatste vraag aan jou. Hè, want je bent goed bezig op nationaal niveau, maar dan hoorde ik ook bij je dat je plaats iets gewonnen. En nu ga je naar een laatste training toe en dan ga je naar het buitenland om te spelen. Waar hebben we het dan over Europese kampioenschappen? Wat is dat? Ja, Europese kampioenschappen voor de dames. Oké, en waar speel je dat dan? In de Aalborg in Denemarken. Dat is wel nog een stukje rijden. Dus ik vertrek ook 2 weken. Bijvoorbeeld een teamgenoot, hoe heet ze? Denise. Die is dus echt naar Amerika gegaan. En, ja, die doet echt zo'n college. Ja. Dat gaat er echt om knaken, hoor. Ja, dat is superleuk. Ja. Maar goed, we zijn hier in Duimendalen, maar hier gaat het om, ook om gezelligheid, maar ook gewoon om goede prestaties die er bezig zijn. Dus, dank jullie voor je tijd. Dankjewel. Thank you.